Even wachten, ik doe even kijken wanneer die... Oh, nu, ja, hij filmt. Nou, hier is shot van de vlogcamera. Jazeker. We zitten hier nou in Eindhoven. Alles uitgepakt, het werkt allemaal. Ik ben er blij mee. Hij werkt. En dan gaan we er echt in de toekomst wel lekker werken. Vlogcamera en de telefoon. En dan kan deze kan ook een keertje buiten gebruik en andere dingen. Dus, ik zou zeggen, reageer erop, maak een Q&A, kunnen we gelijk gaan beantwoorden bij de volgende. Top, we gaan aan de gang, jongens. Yes. Nee, en dan film ik gewoon zo en dan praat je gewoon zo tegen je kijkers als je wil. Oké. Okay. Nou, dit is gewoon een testopname, jongens, in Nederland, hè? Dit is gewoon een testje. Testen. Goed, nou dat werkt mooi. Mooi toch? Mooie kwaliteit, mooie camera. Een nieuw hoofdstuk van Vrierenopa. Ja, we hebben nou vlog 64, 65. Dat is net gelijk aan mijn leeftijd. Nou, dan heb ik een aantal vlogs van mijn leeftijd heb ik dus gedaan met mijn telefoontje. En het is tijd voor de nieuwe fase in mijn leven. En dat betekent dat ik volwaardig vlogger ga worden. En er hoort bij een vlogcamera. Ah. Zeker. En toppie. Ik hoop dat er mooie video's aankomen. Samen gaan we toch een hoop filmpjes maken. Sowieso. Doen we zeker. Kijk op zijn kanaal, kijk op mijn kanaal. Abonneer je, liken en we zien elkaar. En we lopen hier bij de kerk. En bij de skater zien we ook nog freerunners. Dus hier aan de gang. Ja, ja. En nog één. Yes, hij is gelukt. Nice. En waar moet je dan? Step apart.
vriezen. Het leven bestaat niet alleen maar uit vriezen. We gaan wel naar een vriezen toe, maar we gaan een keertje wat anders doen. Moet ik even kunnen. Ik ben nu weer in Bergijk. En ik ben hier bij de molen. En we gaan eventjes naar een kameraad van mij. Je weet wel wie. Stan. We zijn vandaag in de tuin gestaan en we gaan een paar experimenten uitvoeren. Dus wat het allemaal gaat worden is nog een verrassing. Maar kijk en geniet! Het truc is... Ja. We hebben hier de controller. Kijk, hij begon al. Ik heb hem aangezet. Maar ik nou ga bewegen. Ja. Oh, hij doet het wel. Hoi. Nou, hij kan niet. Over is die? Ja. Ik vind het een beetje moeilijk om te sturen. Waar gaan we dan? Ja, kijk. Maar het gas doet het dus niet. Op steen doet hij het wel. En zo werkt hij. Met deze gaat hij rijden. Oh, ik zal hem even hier niet hebben. Met deze gaat hij rijden. En met deze naar beneden. Nou, dat ga ik doen. En dan kunnen we ook tenslotte met deze knopje de camera aanzetten. En dan hebben we een lichteffect. Oh. Neukbom in. Ah ja. Goed. En daar gaan we weer. Zeker. Hey, daar gaan we weer. Dit is even een testopname dat je in plaats van met de telefoon met een vlogcamera loopt. Dat je normaal gesproken heb je met de telefoon op trillingen. En deze zou eigenlijk die trillingen tijdens de opname weg moeten halen. Dan ben ik zeer benieuwd, want ik zie al aan beeld dat het vrij stil staat. En zo zit je een berghuisje aan tafel voor eten. Ja. Eten bestellen. En zo zit je een berghuisje aan tafel voor eten. Ja. Eten bestellen. Hey, vlogger. Dank. Hey, vlogger. Dank. We gaan een stukje lopen, ja. Zeker. Het is hier vrij druk met auto's en dergelijke, want er is vandaag iets aan de hand hier. En als het goed is, kunnen we misschien iets horen. Dan kijken we zo meteen naar rechts. Wow, het is stil. En daar moet Boef vanavond optreden. We
zijn we bijna in de Schietrijver uitgelopen, tegen Zondheuvels dan. Waar zijn we nou? We zijn nu bij het industrieterrein in Bekijk. En hier hebben we een hele mooie locatie ergens in de buurt. Volgens mij naast de bergen zijn allemaal van die vrieren dingen. Dan kan je een beetje allemaal sprongen maken, een beetje parcouren. Nou, en jullie zien het gewoon vanzelf wel. Daar gaan we heen. One.